Vandaag wil ik laten zien hoe je een boekweit tortilla kan maken. Dat is ook een glutenvrije wrap die je weer kan beleggen met alles wat je lekker vindt. Hiervoor gebruik ik boekweitmeel, 100 gram. Dat is hem precies. Ik maak één teentje knoflook, even fijn. Als het wordt gefilmd, dan gaat het natuurlijk alle kanten op. Normaal gebeurt dat nooit. Die doe ik door het meel. Ik doe er flink wat tijm in. En dan 200 milliliter water. Zodat je een goed vloeibaar beslag krijgt. Nou, ik laat de pan alvast een beetje opwarmen. Met een beetje olie. Draai het beslag goed rond, dat je een dunne pannenkoek krijgt. En dan op half hoog vuur laat je hem gaar worden. Nou, hij is klaar om opgedraaid te worden. Gaat hij nog even garen aan de andere kant. Vandaag ga ik hem eten met gebakken gemarineerde kipstukjes, paprika, champignon, tauge en wat sla. En ja, je kan er eigenlijk alles op doen wat je lekker vindt. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk.